Also gewoon een hout, maar dat is veel als taartje te binnen. Dus een langpootmug eet een vrij lange afstand staart. Ik zou eerst eentje binnen met kunststof. Eentje met foto. Kijk, maar wat moet je dan in de jongen zijn? Een stukje foam. Deze is van 2 mm dik. Lichtbruin. Omdat daar eigenlijk toch ook lichtbruin is van langpoot. Snijden we een klein stripje af. Dan kun je dat ofwel dubbel aan ofwel enkel inbinden. Dan moet ik kijken wat dat geeft. Ik bind dat op een naald, omdat je dan die segmenten kunt erin trekken. De meeste langpootmuggen en zo'n vrij groot lijf van wat we zeggen, 1,5 tot 2 centimeter. En daar zitten zo van die segmentjes in. En dan dat vast. Ja, weer terug. Een keer over. En het volgende segmentje. Zodanig dat je een draad niet ziet verhangen van het een naar het ander. Dan gaat het er ook over. Dan ga ik eronder. Ja, dat wordt het. En zo krijg je dus gewoon die segmentje. Of dat dan zoiets? Hoeveel segmentjes ben je nog dan in? Segmentjes van een meter of twee, zo. Dus hoeveel heb ik er hier? 1, 2, 3, 4, 5 en dan nog het staartje, maar dat wordt dan weggebrand. Omdat het laatste puntje van zo'n lichaamje van een langpootmug is zo'n zwart pinneke, eigenlijk een angeltje. En dat is daarmee dan zo de rijke slag in het gras. Maar dat is dus, ja, we spreken dus van terrestrials. Dat is dus een vlieg die in feite op het vasteland loopt als maar leeft. En dat rijke slag in het gras. En die eikens, dat worden larvekes. En die larvekes komen uit late zomer, vroege herfst. Die zijn nu overvloedig aanwezig en die worden nogal een keer in het water geblazen en dan door een lang lichaam en een lange poot zijn ze nogal hulpeloos. Dus dat is een vlieg die meestal droog gevest wordt, maar je kunt ze ook gevest met een klein goudkop, dat wordt ook gedaan. Proberen de boelen in de fik te steken. Langs de hand. Zo. Dan hebben we dat zwart puntje. Goed draaien.
zorgen dat daar een klein beetje finesse aan doet. En dat draait me dan gewoon van de dus nu mag dat naar de weg. Dan is het veilig opbij. En dan ga ik kozen voor een haak. Een B401. Een 10. Dus dat kan maar gaan. Dat is eigenlijk wel een groot haak. Maar we benutten de haak niet volledig. Een 401, ofwel een 405. Dat zijn twee gelijke haken. Het enige verschil is dat de weerhaak kleiner is bij de 401 of de 405, maar dat speelt toch geen rol, want we nijpen dat toch plat. Met een tangsken of met een vijs. En dan klassiek een opzet van de vlieg. Maar ik kom met op de helft van de haak. Omdat daar dan dat lichaam kan opgezet wordt. En dan andersom, een keer omkeer. Je kunt dat terugvallen, maar ik neem het af, omdat je dan dat kan gebruiken om dat tapslichaam te maken. De beesten heeft ook vleugeltjes. In principe zou het voor of tegen een vleugel zijn, maar deze zijn hakkelpunten. Hakkelpunten voor. Heel simpel, gewoon inbinden. En dan. Ik maak zo ongeveer even lang. En die alsjeblieft? Koffiedik alsjeblieft. Ja. Dan zo. Je kunt dat ook afstrepen en dan juist op maat van de eerste keer, maar het is gemakkelijker. Als je gewoon inbindt, twee toeren. Spijt me. Dat is zo bij het. Ja, een keer. Aantrek. Kom zo ongeveer. Dat mag weg. Ongeveer de lengte van hetgeen we gaan hebben. Dan gaan we zo de halen voor. Kapslijden. En nu. Dat beestje heeft ook van die eigenaardige gekrukte poten zijn. En die poten zijn geknoopt te kopen, maar je kan ze ook zelf knopen. Gewoon een knoopje. Knoopgoedje.
En ze doen dan een potje. Of je kunt dan één fiberje met een keer nemen, maar twee fiberjes is beter. Is handig hoor. Het is wel geen duizend potten, zeg. Ja, ik zeg wel. Uh-huh. Dus zo'n beestje heeft er een stuk of zes. Wat je ook kunt doen, dat is, terwijl dat er een televisieprogramma speelt dat niet interesseert, pak er zo'n volledige pluim bij u en je bindt ze op de pluim zelf. En op een avond heb je zo'n ganse veer van een fazant. En dan kun je al een heel deel doen. Of je koopt dat gewoon. Of je koopt dat gewoon, maar ja, je kunt die kunstvliegen ook allemaal kopen. Of jullie iemand kennen dat voor u doet? Of je doet dat, dat is slavenarbeid. Ik ga wel mijn vrouw niet erbij smoken. Nee, ga niet. Ik doe dat maar weer eens even op. Wat nou beter? Fazant, ik weet niet wat het is van de loop. Ja, dat is een gat in de markt. He. Die fazant, dat is zelf. Ja. Genetisch manipuleren, die dat dan niet, dat is echt in de pot. Totdat je een soort over dat. Ja, ik hoorstel gaan vliegen van u, nee man. Ja, zeggen van, ah, overleven. Nee, dat niet waar is. Of genetisch niet aan de ganse naam, maar beetje in hun eigen pluim in de knop. Ja. Je kunt zo genetisch manipuleren dat ze zo groeien. Ja. De knop in. Ja. Bij de kikkers met de knop in. Stuk of vraag 6 genoeg. Ja. Zeker niet niets naar voest. Zet er een zakje op een moment. Zet er weer op een moment. Langpoot maar, dat niet te doen. Dat niet te doen. In ons nog iets van. Dat is niet te doen. Dus, die pootje, die knoopje, dat zorgt dat die poten zo wel met gewicht te staan. Dan kijken of we dat een beetje gewicht te zetten. Stuk of drie, als de ene kant. Goed droog. Hij is weer kapot. Hè? Ja, dan is het droog. Dat is weer dan die droog. Wat is het? Techniek. Is. Mooie bokken nou. Kijk, het is en dan nog een stuk of drie langs de ene kant. En een stuk of drie langs de andere kant. Dan doen we dat pinch en loop. Dan drie keer bewerkt. Dat kan je toch wel een kant op die boot. Ja, ja, goed. Ja. Dat dat ook een klein beetje deftig is. Zo is het. Zo. Pas.
schoon vervast te zijn. En dan het schoon afknippen. Dan gaan we terug zo een komisch niemendalletje hebben. Een pan terug. Dat stukje foam dat we erover hebben. Knip me door. Puntje erin. Zo je in een boom smit blaadje nodig. En nu pakken we een hakkel. Dus minus. Zoiets. Die gaan we nog wel. Aftrekken. Dat nog niet te dicht bij het takoog zit. Want het is een beetje plat om die foam in te binden. Dankjewel. Mag ik dat hier afzetten alsjeblieft? Nee. Nee. Alle twee samen. Alsjeblieft terug. Hier, dat is goed. Alsjeblieft. Kom weer haar mee. En dan was Paulina? Ja. Zo erop. Zo erop. Ja, dan weet ik het nu, hè? Zo erop. Ja, kom, dan kijk ik er nu nog een keer. Zo erop. Erwin? Ja, Osterling. Dat vind je nog. Ja, is niet goed. Ja, Peter? Een hoog pintje? Ja. Ik heb niets gebroken. Ik krijg je chips voor de klant. Dankjewel. Chips? Dat een beetje oprekt, dan gaat dat af. Dat van een droog, hè? Dan snijden we dat schoon af. Dan moet de rust erin, hoor. Ja. Het was af echte maat. Is het waar? Ja, mooi vis. Hè? Een hele kamion. Droog, niet toch meer. Dan moet je van nu dat je vrouw. Dat mag nu. En regie? Doe maar even. Okay, een matvlak. Dus je kunt alle soorten draad gebruiken.
maar de wetten is even goed. Maar je wat veldsterven uit gaan halen. Dus, dat is allemaal goed, hè. Ja. En nu gaan we dat een beetje gaan afgaan. Dat zou moeten het frisje zijn.